We hebben augustus 2018 hebben wij de eerste gesprekken gevoerd met de landeigenaar, Stichting Vicari. Ja. Die waren eigenlijk al vrij snel heel enthousiast over onze plannen om met dit zonnepark bij te dragen bij de verduurzaming van Winterswijk. Dat is ook het moment dat de gemeente kwam met een beleidskader om zonneparken te vergunnen. Dat is natuurlijk altijd iets nodig om onze vergunningsaanvraag aan te toetsen. En toen hebben we eind 2018, december 2018, het eerste gesprek gehad met de toenmalige wethouder van duurzaamheid. Nu is het juli 2021. Betekent dat dat het redelijk snel gegaan is? Ja, voor de ontwikkeling van een zonnepark is dit zelf snel gegaan, durf ik wel te zeggen. Je ziet nog wel eens dat er bijvoorbeeld een rechtszaak tegen een vergunning wordt aangespannen. Nou, dat is ons hier allemaal bespaard gebleven. Er zijn ook relatief weinig zienswijzen ingediend, wat voor mij ook wel een signaal van de buurt is. Dat ze het plan zoals het er nu ligt accepteren. Daarbij zijn wij als Stadkraft, wij zijn de partij die zowel de projectontwikkeling als ook de financiering als de bouw zelf doen. Dus omdat alles in één hand blijft. Kan dat redelijk snel doorgaan. Op het moment dat wij klaar zijn, kunnen wij meteen aansluiten op het net van Liander. En hoeven wij dus niet te wachten totdat Liander ons aan kan sluiten. In het begin was er nogal wel wat, nou ja, verzet. Mensen waren sceptisch hier in de omgeving. Ja, nee, absoluut. En hebben jullie ook bijeenkomsten aangeweid? Ja, nou ja, die signalen die vingen wij ook op. Ik denk met name dat de mensen zich zorgen maakten om de oude S die hier op het terrein ligt. Nou, daarvan hebben we vanaf dag 1 gezegd, die laten we netjes in stand. Sterker nog, die gaan we versterken door daar wat extra groen aan te planten. En eigenlijk in overleg met de gemeente hebben we gezegd van nou, we moeten dit is een locatie toch dicht bij het centrum. Ja, je hebt hier veel wandelaars, veel fietsers, we moeten dit via een heel net en traject doorlopen waar we echt de tijd voor nemen. Daar waar we bij andere projecten vaak 1 of 2 informatieavonden houden, hebben we hier zelfs 4 avonden met omwonenden gehouden. Waarbij we echt samen zijn gaan praten over de plannen. En daarnaast hebben we natuurlijk heel veel 1-op-1 gesprekken gevoerd met omwonenden, stakeholders zoals natuurmonumenten en andere verenigingen om tot een mooi gedragen plan te komen. Het plan is wel veranderd. Het is, ik refereerde net al eerder aan de eerste schets die we hadden. En het plan is echt op heel veel punten gewijzigd. En daarbij moet ik natuurlijk ook zeggen, we kunnen ook niet alle wensen slash eisen van de buurt inwilligen. Er is natuurlijk ergens een middelmaat die wij proberen op te zoeken. Dat mensen toch kunnen accepteren en dat we echt naar ze luisteren en ook dingen aanpassen die ze aandragen. 7 hectare, maar daar is ook een deel voor groen gereserveerd. Ja, ongeveer 60% zijn zonnepanelen en 40% is de randen eromheen en de paden tussen de zonnepanelen. En dat geeft ons natuurlijk een mooie kans om iets te doen aan biodiversiteit. Hè. Dus we planten hagen aan, maar we zorgen ook dat het mooi wordt ingezaaid. En wat voor dit zonnepark heel uniek is, is dat we in samenspraak met Natuurmonumenten hebben afgesproken om sinusbeheer toe te passen. Dat wil zeggen dat we verschillende rijen op verschillende momenten gaan maaien. Wanneer kan er stroom geleverd worden aan het net? Nou, ik gaf eerder al aan dat de aansluiting van Liander, die staat er al. Hè. Die komt daar, ik weet niet of jullie het zien, daar staat daar een grijs huisje. Daar komt de stroom binnen, daar ligt de kabel van Liander echt al. Bij heel veel zonneparken gaan wij eerst bouwen en gaan we daarna op Liander wachten, zodat zij aan kunnen sluiten. Hier zijn we heel blij dat die kabel er al ligt van Liander. Dus op het moment dat wij klaar zijn in september, dan zijn er vaak nog 2-3 maanden dat je alles moet testen. Hè. Dat een onafhankelijke partij komt kijken of zonnepark ook de energie levert die wij garanderen. En als dat allemaal klaar is, dan gaat hij op het net en dan kunnen wij duurzame stroom gaan leveren.